Dat Ricky van Wolfswinkel weer even in Nederland is, maakt zijn familie heel blij. De Woudenberger woonde lange tijd vlakbij zijn ouders, maar is nu toch echt verhuisd naar het verre Portugal. Voor vader van Wolfswinkel is dat heel moeilijk. Een groot drama. Ja, als ouders wil je natuurlijk ten alle tijde je kinderen zo dicht mogelijk bij je houden. Maar ja, als je weet dat ze op een gegeven moment de voetbalwereld ingaan en het redelijk tot goed doet, ja, dan weet je dat je een keer misschien de stap naar het buitenland gaat maken. En dan, maar dat het zo snel en zo vroeg in zijn carrière al gebeurt, ja, dat is wel even slikken. Maar we zijn er ook heel blij en heel trots om. En het is niet alleen maar het verdriet van het uit huis gaan, zeg maar. Dus nee, we zijn hier heel blij mee. Eerder konden de Van Wolfswinkels elke week naar het stadion. En vader stond zelfs vaak bij de trainingen van FC Utrecht te kijken. Nu Ricky bij Sporting Portugal speelt, wordt het schema op de Woudenbergse kalender een stuk strakker. Ja, we gaan kijken zoveel mogelijk te gaan zien, inderdaad. Ik ben zelf ook nog voetbaltrainer, dus ik moet ook met mijn eigen clubje Woudenberg moet kunnen kijken dat ik daar gewoon op zaterdag aanwezig ben. En dan zaterdagavond wegvliegen en dan door. En dan hopen we op zondagavond of maandagavond weer terug.